frío. Yo mensen, mijn naam is Dirk Sedders en welkom terug op mijn kanaal. Ik ga weer verder met de Killer Medal. Ik had de vorige keer Bloodthirsty gehaald. Dus ik ga nu voor de Merciless in een potje kill confirmed op de map Finch. Ik gebruik de M8A7. De burst weapon met een reflex sight, quick draw, high caliber en rapid fire dacht ik. Niet dat dat echt op zich heel noodzakelijk is, maar ik ga dus voor die Merciless. Ik weet dat hij daar zit. Ja, hij dacht hetzelfde als ik. Dit gaat echt een drama lama worden. Dat is één. Ik ga lekker rustig aan spelen. Heel defensive. Niet dat ik daar heel goed in ben. Dat is 2. Wat ik ga doen is ik ga gewoon. Oh, ik ben zo gevaarlijk bezig. Enforcer down. Oh, ik wil niet dood, ik wil niet dood. Geef me alsjeblieft even de UAV. Wat heb ik nou, Bloodthirsty? UAV ready for tasking. UAV MTL 50% check. Ik vind het echt heel dood tegen. Oh jee. Ik ga nu 6 man. Ik ben heel erg aan het concentreren. Ja, ik ga weer dood. Weet je wat? Ik ga er gewoon lekker op afrennen. Fuck deze shit. Hij moet me altijd hebben. Ik ga hem hoe dan ook pakken. Even niet, ja? Lul. Oh, ik moet echt een andere attachment op dit ding gaan zetten. Ik weet dat ding niet veel recoil heeft, maar ik ben echt gewoon pure scheid met dit ding. Hoppatee. Dat is één. Mis. Oh mijn god. Ik durf niet meer. Heftig shit. In ieder geval, ik ga het nu anders ook doen. Ik ben zo scheef als een kanarie. Jongens, nee echt. Het is echt gewoon stress lopen als je het ergens voor doet. Het is gewoon eng. Maar ik doe mijn best. Ondertussen, ja, ik heb nu lekker ander soort muziek op staan als het goed is. Jou zag ik. En dan komt er iemand anders om het hoekje. Altijd hetzelfde feestje. Jongen, wat is dit nou weer voor route? Even niet, oké? Hoe moeilijk kun je doen voor de Merciless? Huh. Ik ga hier staan, I don't feel safe.
komt hij me weer halen. Ik weet niet wat dit nou weer is voor plaatje. We zitten hier echt letterlijk met z'n allen. Hoe had ik die gekregen? Die had ik echt niet moeten hebben. Die had ik echt niet moeten hebben. En net als je achter het muurtje zit, ga je dood. Ja, maar in ieder geval, dit gaat hem waarschijnlijk niet eens worden, denk ik. Even niet, oké. Okay. Zit allemaal daar. Ik doe mijn best, oké. Okay. Ik had die een keer makkelijk kunnen krijgen. Ik weet dat jij daar zit. Kom terug. Hoppatee. Double kill. Lucky fucking headshot. Ik houd liever altijd graag op een afstand, omdat de rusher nog niet echt mijn ding is in dit spel. Maar dat komt allemaal weer goed zodra ik. That's a kill. Ik ga. Als mijn teammate gewoon mijn dog tags oppakt. Dat was best wel een hele domme teammate of enemy, wat het ook was. Mijn dog tag! Komt er nog een aan? Oh, teammate, sir, je hebt me gered, of niet, jongen? Ik weet ook ongeveer waar de enemies nu zitten. Moeten vandoor, moeten vandoor, moeten vandoor. Ik kan, teammate. Nee. Ging net zo lekker. En mijn vader is thuis, ik hoor hem. Ga je dit nou fucking menen? Een fucking care package. Laat maar alsjeblieft daar spawnen. Gejat. Ja, nu gaat alles weer kut. Altijd tegen. Ik had een harde sentry blijkbaar. Mag ik even huilen? En de game is over 30 seconden afgelopen. En
Soms snap ik het spel niet. Dat was echt best wel slecht. Ik zal even de deur sluiten. Laat eens een mooie final kill cam even zien. Nou dat jongens. Ja. Dit was aflevering 2. Ja ja, gaan we weer lekker nummer 1 staan met je poephoofd. Maar in ieder geval jongens, bedankt voor het kijken. Vond je het nou leuk? Laat lekker een duimpje achter. En dan probeer ik het de volgende keer wel weer, want ja, ik moet er toch op een gegeven moment in proberen te komen. En ik, wauw, mijn team. Ik dacht van, ik pak lekker niet die dog tags en doe ik potje langer, maar dat was het. Bedankt, tot ziens, tot de volgende keer.